Welkom bij aflevering 4 van Extra Tijd, waarin we een scheidsrechter opzoeken in zijn persoonlijke omgeving. Dit keer is het de beurt aan Allard Lindhout. Hij is pas 33, maar floot toch al meer dan 100 wedstrijden in de Eredivisie. En afgelopen weekend was het tijd voor zijn eerste topper, Feyenoord AZ. En we gaan op bezoek bij de club waar het voor hem allemaal begon. Zo, daar zijn we dan. Waar ben ik beland? Warmond. Warmond. Warmunda, mijn clubje. Voetballen ooit begonnen toen ik 6 was. Tot mijn 15e gevoetbald. Ook mijn eerste wedstrijdjes gefloten. Ja. Welkom. Mooi. Nou, laten we de buurt maar een beetje gaan verkennen. Let's go. Yes. Ja, we zijn hier in Bos van Krans. Zo heet dat hier. Ja, hier train ik vaak. Mijn ouders wonen hier in de buurt. Voelt als thuis. Ja, om de hoek van jouw oude clubje. Ja, ik zat in groep 7. Toen was ik 11. Toen floot ik al de F'jes bij Warmunda, bij mijn clubje. Ik was wel tweebenig, maar ik was absoluut geen talent. En sterker nog, ik was ook op een gegeven moment echt een dik mannetje. Dik mannetje? Ja, ja. Dat zou je niet zeggen. Als scheids, ja, dank je. Maar nee, als scheids moet je lopen. Maar als voetballer was ik heel erg lui. Ik was een onzeker mannetje op de middelbare school. Een beetje overgewicht. Werd heel erg overgewicht. En ja, daar voel je best wel onzeker door. En het fluiten heeft me daar ook wel een beetje bij geholpen. Want door het fluiten ben ik... je moet gewoon fit zijn en je moet gewoon lopen. En daar ben ik onwijs veel afgevallen. En dat hoeveel heeft dan? Me wel... Uiteindelijk was ik 96 kilo en dat is 35 eraf gehaald. Dat zijn fikse aantallen. Ja, ja, ik zie dit ook wel als overwinning op mezelf dat ik dat eraf heb gekregen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En nu superfit. Ja. En je eerste topper gefloten. Ja, ook dat. Weet je, in de volle stadions maakt het natuurlijk nog veel mooier. Laten we eerlijk zijn. Ja. Maar dit was wel heel mooi om deze top te fluiten. Ja, was het voor je gevoel ook de tijd ervoor? Vond ik zelf wel. Weet je, ik heb inmiddels meer dan 100 eredivisiewedstrijden erop zitten. En je probeert jezelf altijd te ontwikkelen. En op een gegeven moment voel je zoiets van, ik kan dit. Dus kom maar op. Ja, hoe ging het? Ik denk dat ik veel heb laten voetballen. Ik heb ook de statistieken gekeken. Er zijn heel weinig overtredingen geweest. En als je aan de spelers voelt van, dit kan, dit wordt geaccepteerd, dan... Ja, dan voelt het fijn en kan er lekker open gespeeld worden. Ja, het werd ook een heerlijke wedstrijd met goals, er gebeurde van alles. Ja. Misschien één of twee momentjes, gaan we het zo nog over hebben bij de VAR-momenten. Maar goed, over het algemeen had ik wel het idee dat het, dat er niet superveel discussie over was. En dat, dan is het voor jou geslaagd? Nou ja, eigenlijk wel. Hè. Dat blijft het belangrijkste. Als scheidsrechter wil je onzichtbaar zijn. Ja. Tenminste, vind ik zelf. Laat het alsjeblieft lekker over de goals en inderdaad over de intensiteit in de wedstrijd hebben. En ik denk dat dat het geval was. En dat proeft hij in het veld ook. Het grappige was, je floot Feyenoord AZ, liet je heel veel doorgaan. De week ervoor zat ik RKC Willem II te kijken. Toen was het veel strikter. Ja, ja, soms vraagt een wedstrijd dat ook. Hè. En ook belangen, want die neem je gewoon mee. Waarop het gaat. Nou, een beetje, laten we het feitelijk maar benoemen. Het is een beetje een degradatiepot. Ja. En dat is toch denk ik een andere aanpak dan een affiche als deze. Dan ben je wat pietluttiger. Nou, het is niet zozeer pietluttiger. Het is meer de controle die je wilt behouden en niet wil verliezen. En wat ik zojuist vertelde over spelers geven dat ook aan. Wat is het voor wereld, die scheidsrechterswereld? Ik vind het een hele leuke wereld. Omdat omdat ik met mijn hobby bezig mag zijn. Ik mag ertussen lopen tussen de beste voetballers die we hebben in Nederland en ook daarbuiten. En dat maakt het ontzettend gaaf. En ik vind het ook heel erg leuk om de wedstrijd te managen, om de verschillende karakters. Om daarmee mee te dealen en om te gaan. Ik kom zelf uit het onderwijs. Nou, dan heb je met enorme diversiteit te maken. En dat heb je op het veld ook. Nou, je kan wel zien dat je net een topper hebt gefloten. Hè? Dat betaalt goed, geloof ik. Hè? Ik heb hem gelijk afgetikt. Dus nu ga je naar je schoenen lopen, hè? Nou, ik heb ze nog aan, hoor. En ik strik die veters goed vast. Ik ben niet van origine iemand die dan gaat zweven. Natuurlijk, iedereen roept dan van ik blijf met voetjes op de grond, maar zit wel in mijn aard. Omdat, ik kom niet voor niks uit de Bollenstreek om dat wat te blijven doen. Ja, iedere keer in extra tijd bespreken we opvallende VAR-momenten van de afgelopen speelronde. Zo ook deze keer met Allard. En we beginnen met eentje uit zijn wedstrijd. Zijn eerste topper, Feyenoord AZ. Gudmundsson, geen buitenspel. Daar denken ze bij Feyenoord wel aan. Maar Haps bleef hangen. Dit is Hens, denk ik. Mogelijk hensbal, heel arm natuurlijk. Balbezit, Marsman. Nou, dan moet overname Feyenoord. Natuurlijke houding. Point van contact. Balbezit Feyenoord, ja, links achterin. Arms natuurlijk.
Allard zeist hier. Arm zit in een natuurlijke houding. Is het een natuurlijke houding? Ja, vind ik wel. Op het moment dat je je hand zo hebt, hij is niet tegen het lichaam aan. Vandaar dat ook de discussie daar is. En ja, we zien allemaal dat die bal daadwerkelijk op de hand komt. Alleen als hij zijn hand zo heeft, hij maakt niet een beweging expres naar buiten om zich groter of breder te maken. Natuurlijk vanuit de spelregel bestaat de afstand niet meer. Maar het is hier zo dichtbij tegen de hand dat dat wel het natuurlijk maakt. En vandaar de beslissing om door te spelen. Ja, maar dan volgens mij aan het begin van het seizoen uitgelegd, alles wat niet in de buurt van het lichaam is en een beetje erbuiten gaat, is hands. Ja, nou ja, vandaar ook de discussie die ik wel degelijk snap. Want die hand is niet tegen het lijf aan. Nee. En dat maakt het een argument voor een strafschop. De natuurlijke houding die hij zo heeft, want je staat dan helemaal als verdediger zo, maakt het weer geen strafschop. En het is hier denk ik wel veelzeggend dat zonder dat Paul en ik dit van elkaar weten, we op hetzelfde moment eigenlijk hetzelfde zeggen. Dat het een natuurlijke houding is. Maar als je hem wel had gegeven, had Paul van Boekel hem teruggedraaid, denk je? Dat denk ik niet. Nee, precies. Dus zo is het dan ook wel weer. Ja. Gudmundsson. En daar de hand. Hoe ongelukkig ook van Senesi. Maar een strafschop komt er niet voor AZ. Volgende moment is uit dezelfde wedstrijd. Feyenoord AZ. Sugawara. Stengs. Gudmundsson kwam vrij. Krijgt de bal wat achter zich. Stengs raakt geblesseerd. Veel pijn. Wat doet hier Stengs? Schreeuwt. Spelen bij Vleger in ieder geval. Overname Feyenoord. Terug voet op voet. Ja. Lopen, dan maar lopen. Precies, bal met Feyenoord. Terug. Diepe bal Feyenoord. Ja, maar staat hij nou hier als voet op voet? Even wachten, Allard. Even wachten. Dit is het contact. Kunnen we inzoomen? Ja. Hij staat precies op de lijn. Dat is de strafschop. Allard, Pol hier. Ja. Hij wordt voet op voet geraakt. Dus het is een overtreding. En het is precies op de lijn van het strafschopgebied. Dus het is een strafschop voor AZ. Dus ik adviseer je naar de scherm. Ja, even kijken. Het contactmoment is inderdaad. Kun jij een andere hoek laten zien? Want hier denk ik inderdaad het contact is. Andere hoek, hier is duidelijker. Van de andere kant komt hij. Nee, deze inzoomen. Kijk. Voet op voet. Ja. Hey, kom. Ja, dit is een goede hoek. De lijn van het strafschopgebied is dus de strafschop. Hoe kijk je naar dit moment? Weet je, als scheidsrechter wil je de VAR eigenlijk zo min mogelijk horen en gebruiken. Maar in deze is het een correcte en goede ingreep van de VAR. Ja, want je mist hem in eerste instantie? Ja, klopt. Je ogen, een mens heeft twee ogen en die volgen de bal. En op het moment dat het contact op de voet plaatsvindt, is de bal eigenlijk al een paar meter weg. Dus ik volg de bal in zijn omwenteling. En het feit dat ze ook een zoomfunctie moeten gebruiken, van is hij nou wel binnen, geeft ook een beetje de moeilijkheidsgraad aan. Baal je daar dan van? Of is dat toch in mindere mate balen omdat de VAR je helpt? Nee hoor, hier baal ik zelf van. Kijk, de voetbalwereld accepteert dit omdat het uiteindelijk een goede uitkomst is. Omdat de strafschop gewoon terecht is. Persoonlijk denk ik, dat ik even zelf willen zien. Komt er dan nog een strafschop? Jawel, er komt nog een strafschop. Volgende, Ajax-Feyenoord. Buitenspel wel of niet? Of nou, vooral wel eigenlijk. Malasia, midden Toornstra. En is dit buitenspel? Is dit buitenspel? De vlag blijft omlaag en dan is het Jurgensen. Maar dan gaat de vlag alsnog omhoog. Dan gaat de vlag alsnog omhoog voor buitenspel. Niet van Jurgensen, maar van Toornstra. Ik heb even lijnen nodig. Okay. Verdedigen? Ja, verdedigen. Op zijn hak, één naar rechts. Oké, ik zet hem iets één naar rechts. Een momentje. Ja, iets omhoog. En één naar links. Ja, pakken we de aanvaller. Okay. Op zijn schouder. Links. Naar links, ja. Zo? Ja. Doe naar rechts. Nu? Ja. Buitenspel correct, je kan hervatten. Kan ik jou... Zo zou het moeten, hè? Ja, zo moet het. Proces is hier foutloos. Begin van het seizoen duurde het wel eens 3-4 minuten. Zijn jullie er beter in geworden? Je wordt ervarender, zeker weten. En je moet degene die naast je zit van de techniek, de operator, eigenlijk coachen. Van joh, ik wil de lijntjes zo hebben, ik wil ze zo hebben. En naarmate je dat vaker doet, word je daar handiger in. Het is dan toch buitenspel. Ja, het meest besproken moment van de afgelopen speelronde is natuurlijk de rode kaart van Vriet van Willem II tegen PEC Zwolle. We willen graag natuurlijk alle VAR-momenten laten zien met audio. Maar soms kan een scheidsrechter of VAR of grensrechter ervoor kiezen, ja, dit moment even liever niet. En dat is het geval met deze rode kaart. Allard, hoe kijk je naar dit moment? Want het is, ja, er is hard contact op de voet. Dat is waar uiteindelijk de scheidsrechter voor fluit. Maar er wordt ook de bal gespeeld. Ja, de kaart is geseponeerd. Ik probeer altijd te kijken van hoe is de zienswijze van een scheidsrechter. En daarna, wat zou het sausje van de VAR zijn hieroverheen. En dan is hij verschrikkelijk lastig. Ja, omdat?
Omdat je als scheidsrechter iets ziet, iets waarneemt. Je ziet een voet hoog, je ziet waarschijnlijk ook eerst een bal die gespeeld wordt. En je ziet daarna een speler Kermit op de grond. Nou, die ingrediënten, succes, dat is een hele moeilijke. Dus hier kom je nog wel eens op zaterdagmiddag in de kantine en dan hebben ze dan ook commentaar, denk ik, op je lijden, of niet? Ja, het is meestal van, Ali, wat was je weer ontzettend slecht het weekend. Ja, ja? Dat klopt, ja, ja. Het is niet, het is gewoon lekker de cynische insteek. Gewoon hup met de bottenbijl erin. Het ligt een tijdje stil, maar ik moest mijn spullen meenemen, zei je. Ja, heb je ze bij je? Ja, ik heb ze toch maar meegenomen. Ja, toch wel? Ja. Nou, ik ga even wat, ja? Ja, ga okay. Je even aanpakken. Nou, ik ben benieuwd, kom maar op. Dit is de eerste scheidsrechter die ik zie die ik kan hoog houden. Ja, dat kan wel een beetje. Heb je nou een beetje een idee hoe een scheids zeg maar, op het veld beweegt? Nee, ik wat heb doet. Echt geen idee. Ik denk alleen vanuit een voetballer perspectief. Nou, dan ga ik je even wat dingen laten zien. Dan starten we even met een warming-up. En dan kan je aan de bak. Oké, gaan we eerst even een beetje warm lopen. Ja. Warm draaien. Nou, dit is ook het zijn nog eigenlijk gewoon de standaard dingen die je speler ook doet. Voetballers warming-up. Ja, natuurlijk. Dat ken ik nog. Scheidsen vinden het toch lekker om overwicht te hebben, hè? Zeker, ja. Ja, bal weer terug. Ja, versnelling van de rechtsbuiten naar de 16. Kom maar, want hier gaat het gebeuren. Kom op, gewoon, kom op. Want tijdens het lopen moet je om je heen kijken wat er gebeurt. Ja, zo gaan die kilo's er wel af natuurlijk. Als je dit blijft doen, en dan 90 minuten lang. Maar doe je dit echt op dit veld? Gewoon heen en weer interval oefeningen? Ja, dit is wel hoe het werkt. Kijk, ik kan 10 kilometer hard gaan lopen. Ja, dat is lekker voor je basisconditie. Ja. Maar in het veld ben je niet op één tempo aan het rennen. Nee. 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 En af en toe ook nog de bal erbij? Of? Het liefst zou je hem af en toe even willen. Ja. Ja. Maar kan je een beetje voetballen? Redelijk, ja. Twee benen in ieder geval. Nou, zullen we het maar even testen dan? En gewoon wie het eerste lat raakt, die wint. Ja, maar ik wil wel een herkansing als hij van jou één keer erop is natuurlijk. Dat komt goed. Nou, poging 1, jongens. Oh, die was niet goed. Ah, joh. Ah. Vreselijk. Nee, man. Krijg je. Heb je hem? Oké. Ja, lekker gewerkt. Ja, ja, ook man. Kan niet anders zeggen. De eerste scheids die goed kan voetballen. Dit is lekker, hè? Ja, is helemaal niet lekker dit. Heerlijk, man. Wat zijn je ambities? Ja, het allerhoogste. Ik bedoel, kijk, ambities tot de hemel. Alleen als je realistisch bent, eerst maar eens goed vervolg geven op deze eerste topwedstrijd. En die smaakt naar meer, dus laten we daar maar meer van komen. Ja, en wat zijn dan de vergezichten waar je aan denkt? Ja, Champions League, Europa League, dat is natuurlijk het eerste. En dan misschien wel eens een eindtoernooi in de verre toekomst. En met beide benen op de grond, dat gaat zo blijven? Ja, nou, ik vond deze wel lekker om te winnen, maar qua fluiten blijven. Ja, nou, die bal op de lat knippen we eruit, hè? Helemaal niet.